iedereen. En vandaag zijn we bij de Kroon van Dronten, zoals je wel kan zien. We zijn hierbij nu het vierde van het hoogste punt. Ik wou nog even zeggen, dit is het uitzicht. Ik ben hier zometeen nog wel even bezig, dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal naar Dronten zijn gekomen om samen met ons en iedereen die betrokken is geweest bij dit project in meer of minder mate het bereik van de hoogste punten te vieren. Ruim 14 maanden geleden zijn we begonnen met de bouw, 10 januari vorig jaar. Een turbulente tijd achter de rug, met name in de bouwsector. Dat heeft iedereen ongetwijfeld voorbij horen komen. Maar daarom zijn we extra blij dat we dit hoogste punt hebben weten te bereiken. En dat samen doen we vieren. We hebben er vaak goed in. Medio dit jaar, wil ik zal niet datum noemen, want het is allemaal gevaarlijk natuurlijk. Maar blok 4 hier, deze statusappartement, en het zat wel ergens medio dit jaar worden opgeleverd. En het doel is om blok 2 in coloriet en hier blok 1 met 50 appartementen van Krentelink. En de print eronder met onder andere Polykliniek zit dan zo in de tweede helft van dit jaar op te leveren. We hebben de afgelopen periode best veel aanloop gehad van allerlei mensen die geïnteresseerd waren in dit project. Want ja, de contouren en het volume is zichtbaar. Onder andere Bouw Nederland gehad onlangs. Met bestuurders, gedeputeerden, beleidsmakers. Om te zien wat wij hier doen. En de mix aan functies hebben we bedacht en gerealiseerd. Maar zo zijn er ook een aantal delegaties geweest van wethouders en ambtenaren. Want bijvoorbeeld gemeente Lelystad, Harderwijk, Kampen. Om te zien wat we hier doen. En ja, we krijgen toch een hand op elkaar om dat we wellicht wat gewaagd, maar in ieder geval allerlei verschillende functies bij elkaar hebben weten te brengen. En dat wordt gezien en gewaardeerd. Daar zijn we blij om. Ik wil iedereen bedanken die in meer of mindere mate een bijdrage heeft geleverd aan dit project. En in het bijzonder het uitvoeringsteam van Ontrikkend. Willem, Wouter, Wouter en Chris. Hebben toch het afgelopen jaar met ondernemers in deze uitdagende tijd voor elkaar gekregen om de vaten goed in te houden. Dus een compliment aan jullie, sowieso. Applaus. Wat ik zo meteen wil gaan doen, wat wij willen gaan doen, is met z'n allen naar boven. Dat klinkt misschien wat spannend, maar we hebben daar een personenlift om naar boven te gaan. En we hebben de mogelijkheid om via het trappenhuisje naar boven te gaan. Dus voor iedereenzelfde keuze wat je eventueel zou willen. Dan doen we boven een kleine symbolische handeling. Om het hoogste punt met elkaar te vieren. En ik zou graag, en Martijn ook, het leuk vinden om met z'n allen een groepsfoto te maken. Met op de achtergrond. Dronten. Als mensen zijn die niet op foto willen, dan bij deze moeten we even naar handelen. Maar het zou leuk zijn als we met z'n allen daar een foto maken. Maar voordat we dat doen, wil ik met de oude Peter van Bergen even voortgeven om even een woordje te doen. Ja, dankjewel. Ik hoop dat ik zo verstaanbaar ben. Ja, volgens mij. Nou, fijn dat ik hier aanwezig mag zijn en straks ook een handeling mag verrichten. Ik zei net al, ik mag iets met een zonnepaneel doen, want ik had voor even het gesprek. Hè, want dit is natuurlijk, ik ben wethouder ruimte, domein en wonen. En, maar goed, ook de wethouder zorg, hè, want er worden natuurlijk ook een paar 43 zorgappartementen in dit complex gerealiseerd. En er zit natuurlijk ook een flink stuk duurzaamheid in dit gebouw. Dus de andere twee wethouders zeggen, moeten we ook meegaan? Nou, dat doe ik alleen met eentje. Maar ja, nu mijn collega straks hoort dat ik iets met een zonnepaneel mag doen, dat wordt volgende week even iets uitleggen. Maar nee, hartstikke mooi dat ik hier mag zijn. Toen ik hierheen reed, dacht ik ook van, je zult maar 15 jaar geleden uit Dronten vertrokken zijn en dat je vandaag hier weer terugkomt, dan weet je echt niet wat je ziet. En dan hebben we het niet alleen maar over dit gebouw, maar dan hebben we het ook over het hele Hanzo-kwartier, waar we al heel lang met planontwikkeling bezig zijn en dat we nu echt zien hoe dit echt uit de grond komt. Vorige week mocht ik op de bedrijfsweg een pand slopen als, of althans, een begin daaraan meemaken, als aanvang voor weer een nieuwe ontwikkeling. En je ziet nu echt, het is echt op gang gekomen.
En dit gebied begint echt de vorm te krijgen zoals we dat ook met z'n allen voor ogen hadden. En ook de gemeenteraad ook in de structuurvisie vastgelegd. En waar ik echt super blij mee ben, is met dit gebouw. Hè. Met de opening van het station was er al, we zeiden eigenlijk, bij het station moet eigenlijk een groot gebouw komen die, ik zou maar zeggen, ook het station nog wat extra cachet geeft, maar juist ook de functie van het plein ook versterkt. En ik moet zeggen, het is natuurlijk nog niet af, maar als ik even zie, ik ben er nu al super trots op van, er staat echt een mooi kloek gebouw, dat ook gewoon past in deze omgeving aan het plein. Het gaat straks aan zo'n 125 appartementen. Dus het gaat straks ook aan flink wat nieuwe Drontenaren en misschien ook Drontenaren die doorstromen, een huis bieden. En daarnaast, waar ik ook super blij mee ben, de polykliniek, die nu nog op het bedrijventerrein ligt bij de ijsbaan, de voormalige ijsbaan, dat het nu ook hier vlakbij het station een plek gaat krijgen. Plus ook nog een commerciële plint, wat ook voor de reizigers gewoon weer heel mooi is. Plus iets van horeca hier, wat ook het gebied weer verlevendigt. Dus echt een super mooie ontwikkeling. Straks het hoogste punt gaan we vieren en wat ik begrijp in ieder geval dit jaar afbouwen en hopelijk eind van dit jaar echt de oplevering. Nou, laten we even voorzichtig zijn, maar in ieder geval heel binnenkort. Dus ik wil iedereen die hier al een bijdrage aan geleverd heeft echt ontzettend feliciteren. En hoogste punt, maar daarna ook afbouwen zodat ook dit prachtige gebouw op deze prachtige plek ook gebruikt kan worden. Dus dank jullie wel en ontzettend succes met de afbouw. Ja. Fotootje maken iedereen.